Het is weer eens tijd voor een interview met een indie-developer. Een, een Nederlandse indie-developer. En ook nog iemand die vanuit de Gamekings-community komt. Sterker nog, hij heeft een tijd lang ook geschreven voor de website, het nieuws. En um, hij is bezig met een game. Nu deed ik dit soort dingen altijd in, een, uh, een, uh, ja, in, in King Tear. Een soort van talkshow-achtig iets. Maar dat is best wel complex. Um, kost een hoop tijd, een hoop moeite. Dus dat heb ik even laten varen. Dus ik ga gewoon weer wat vaker... In premium uh, developers of andere mensen die iets speciaals aan het doen zijn in de games-industrie uitnodigen om hierover te praten. En vandaag doe ik dat met, ik hoop dat ik het goed zeg, Rick Koning. Ja, zonder S. Zonder S. Rick Koning had ik het bijna goed inderdaad. <laughs> um, ik zou natuurlijk kunnen zeggen, ik ken jou, maar ik ken jou van gezicht nog niet helemaal. Maar jij hebt um, zo rond 2008, 2007. Heb jij een tijd lang voor ons. Ja, iets later. 2015. Oh, ja, sorry. Ja. 2015 heb jij um, teksten voor ons geschreven. Er zijn een aantal mensen die dat uh, nog steeds doen. En die dat leuk vinden om, om, om gewoon een stukje bij te dragen. Of om dingen te leren. Om een beetje met de gamesindustrie bezig te zijn. En um, inmiddels ben jij. En ik weet niet of het daardoor komt. Of dat je altijd al bevlogen was. Als het ging om videogames. Heb je het idee opgevat, het dappere idee om te zeggen: Fuck it, ik ga gewoon zelf een game maken. Ja, ja dat klopt. Uh, nee, ik ben toen bij GameKings mee gaan schrijven, inderdaad, om uh, een beetje het game nieuws te volgen. Een beetje in, in de gamesindustrie. Nou, anders had ik hier vandaag niet gezeten, dus nee. achteraf uh, zeker een goede keuze. Maar um, ja, ik studeerde toen wel al game design okay. uh, in Breda mm -hmm. uh, en het tv, of BLC heet het nu. Ja, uh, ja. en uh, ik zat toen. Denk je mijn tweede, derde jaar of zo. En uh, ja, het was een beetje voor de lol, maar ook, uh, ook om het game nu eens een beetje te kunnen volgen. En ik vond Game Kings al tof. Dus ja. Uh, ja, ja, dat was een beetje de reden. Nee, het is wel grappig om te zien dat veel van de indie developers in Nederland um, eigenlijk opgegroeid zijn met Game Kings. En, en dat ja. een, een deel van de motivatie is van, fuck, we je, wel, games maken en, en dat zelf zijn gaan doen. Ik denk ook dat heel veel kijkers misschien een stille wens hebben om het ooit te doen. Maar zoiets hadden van, oké, okay, misschien kan ik beter een andere baan nemen, dan kan ik... Wat sneller geld verdienen, want heel ja. snel rijk word je er niet van. Het is fucking moeilijk, maar dat gaan we straks ook allemaal wel zien. Um, na jouw opleiding heb je een tijd lang gewoon voor mobiele publishers ja. gewerkt. Ja, klopt. Dus eigenlijk gewoon casual flutspelletjes zitten in elkaar zitten zitten. Ja, ja heel veel uh, ja, niet zo leuke games. En uh, <laughs> dat was eigenlijk ook de reden dat ik op een gegeven moment uh, toen, toen dit op mijn pad kwam, dat ik dacht: ja, ik moet dat gewoon doen, want ik wil echt games maken waar ik ook zelf blij van word. Ja. Dus um, ja, dat is inderdaad wel een beetje. Geval. Is, is dat ook waar? Want in Nederland heb je best wel redelijk wat opleidingen. Um, ik, ik, ik weet niet precies hoeveel, maar het zijn er veel. En ik weet ook wel vanuit de industrie dat er is ook weer niet. Zoveel vraag in Nederland nee. uh, uh, naar, naar, ja, ik noem het maar even, echte games. Hè? Je hebt natuurlijk uh, uh, guerrilla-games. Uh, je hebt nog wel een aantal grote uh, studio's, die jongens, die. God, ik ben nou even de uh, uh, game aan het maken. jij zijn een RTS aan het maken. In Triumph, inderdaad. Weet je, er zijn een ja. aantal bedrijven waar mensen nodig zijn. Maar dan hebben we het niet over tientallen, dan hebben we het over enkele. Plus ook nog eens een keer dat. De, het talent vanuit de hele wereld komt. Dus je moet ook nog ja. een keer op concurreren tegen Engelsen... Britten, oost europeanen Chinezen... weet ik allemaal wat. Dus de spoeling is dun. Komen dan de meeste studenten... Dan ook bij dat soort casual... games-achtige bedrijfjes terecht? Um, het verschilt een beetje. Ik, heb, ik ken best wel veel mensen die naar... buitenland gegaan zijn, die ja. nou bij, bij grote... studio's werken. Um, dus ja, het is een hele... internationale markt. Dus mm -hmm. je hebt heel veel... inderdaad wat je zegt, er komen mensen naar Nederland... en mensen van Nederland gaan overal heen en... Ja, ik, de precieze cijfers weet ik niet, maar het zou me niet verbazen als uh, zeker de helft van mijn, mijn uh, klasgenoten toen naar andere landen zijn gegaan om en daar te werken. Waarom heb jij dat niet gedaan? Uh, ik vond Nederland leuk. Je <laughs> vond Nederland vooral leuk. Okay. Ja, ja. Nee, ik heb er wel over nagedacht en ik heb ook nog een keer gesolliciteerd bij een studio in Dublin. Mm -hmm. En uh, toen kwam ook COVID net. Ja. En toen, uh, toen, toen wilde ik eigenlijk al weg waar ik toen zat. En uh, ja, wel nog over nagedacht, maar het eigenlijk niet gedaan. En uh, nou, ja, nu wel blij mee, want nu zit ik lekker in eigen land uh, mijn eigen game te maken. Dus. Oké. Okay. Um, Jouw studio heet Fifth Harbor? Ja, klopt. Uh, Waarom Fifth Harbor? Wat uh, betekent dat in hemelsnaam? <laughs> <laughs> nou, het was een beetje. Uh, ik ben, uh, het is begonnen met uh, een vriend van mij van de, van de middelbare school. Ja. Yeah. Die, uh, die deed allerlei uh, animaties uh, van die lichtshows op klo-achtige uh, festivals, op, uh, dus project, uh, projecties mm -hmm. op gebouwen en zo. En die had gewoon een eenmansbedrijfje daarin. En die uh, zat toen aan het begin van corona zat hij in één keer met, ja, kut, alles stopt. Uh, ja. Ik heb geen festivals, geen, hij deed ook uh, muziekfestivals, ging allemaal niet meer door. Dus uh, ja. die had helemaal niks meer. Um, en die had toevallig via zijn vader um, een investeerder ontmoet die een beetje in dezelfde situatie zat. Die mm -hmm. dacht van, ja, wat moet ik nou met mijn me centen yeah. als alles, uh, alles stil ligt. Dus um, toen had hij een, een game gepitcht. En het was eigenlijk heel simpel gewoon, ja, je kunt een serious game maken. Dat mm -hmm. was eigenlijk een beetje de pitch. En um, die, die man die had zoiets van, ja, lijkt me wel leuk, maar ja, serious game, een uh, beetje Dus uh, kun je niet gewoon een echte game maken? Oké. Okay. Ja, en toen, uh, toen had hij mij gevraagd. Hij wist natuurlijk wel dat ik bij, uh, bij een uh, gamebedrijf werkte al. En hij had nog nooit aan games gewerkt, maar wel altijd willen doen. En mm -hmm. goed, als, als, uh, hij als artist um, het is best wel veel overlap. Dus hij had wel, uh, wel skills om het te kunnen doen, maar mm -hmm. gewoon nog nooit echt serieus gedaan. Ja. Uh, en zo is het een beetje begonnen. Dus toen zijn we met z'n tweeën uh, hebben we eigenlijk in één keer heel snel een bedrijfje uh, opgezet. En... Um, Moesten we ineens een naam hebben. Ja. Dus we moesten naar de KVK. Dus we hebben eigenlijk heel, heel simpel. Hebben we van allebei iets uh, een woord gepakt dat iets met ons te maken had. Okay. zijn achternaam is van de Werf, dus okay. een, een harbour. En de vijf is mijn geluksgetal. Okay. <laughs> Zo simpel is het. Ja, ja, ja. Wij, wij zaten al te denken: van, is het dan de ja, Eindhoven is niet een bepaald een havenstad? Dat is de vijfde <laughs> havenstad. Oké, okay, nee. Fifth Harbour? Ja, nee, du duidelijk. De um, game. Want daar gaan we het over hebben. Um, we krijgen nu de teaser trailer uh, te zien. Uh, daar benader je mij ook, uh, uh, ook alweer een jaartje geleden mee. En uh, um. de game heet uh, Project Planet. En ja. ik heb uh, ook de vlogs gelezen bij jullie. En uh, een beetje uh, op Steam en al dat soort dingen. Van, van wat voor game is het nou? Maar het is. En dat gaf je zelf net ook al aan. Het is niet zo heel makkelijk om het eventjes in een trailer uit te leggen hoe dit werkt. Want. Ongetwijfeld zijn er games die een beetje op lijken, maar ik vond het wel vrij innovatief. Het is, het, het is niet zo het standaard van ik kom hier met een soort van platformen met pixels en dat soort dingen. Het is echt. Ja. Het is een serious party game. Ja, ja we zijn het nu een beetje aan, de, aan het veranderen naar een strategical party game. Een strategical party game? Oké. Okay. Dat mensen dat iets meer een idee geven van wat, wat is dat dan? Ja. Um, maar inderdaad, het idee is, het is, het is een party game, je ja. kan hem uh, gewoon met vrienden op de bank spelen. Ja. Uh, maximaal zes spelers, dus één tegen vijf, zagen we net voorbij komen. Ja. Um, maar het is wel ietsje serieuzer, dus het is niet de jackbox, uh, leuke grapjes maken en... Uh, nee, het dat is nogal is het. een serieus onderwerp, ja. Ja, serieus onderwerp en ook wat serieuzere gameplay. Dus, wel echt een game. Uh, niet, uh, ja, wat dat betreft is het niet echt een party game. Het is meer de party setting en uh, mm -hmm. dan met wat serieuzere gameplay. Ja, maar ik heb, ik heb een beetje het vermoeden. Want jullie hebben natuurlijk nu een paar jaar gewerkt. van dat het toch wel een stukje. Pandemie nijd in zit. Want het, waar het <laughs> om draait is feitelijk van één iemand speelt de aarde. en dan vijf mensen spelen uh, de mensen die er wonen. En die zijn alweer onderverdeeld in business en, en politiek en badibla. Ja. En de doelstelling van die mensen is om de planeet te behouden. En de wereld, die ene speler, doet er alles aan om, al, om de mensen uit te roeien met Klopt, alle ja. ellende die je kan veroorzaken. Van pandemieën tot, tot asteroïden die inslaan, tot en met aardbevingen. Ja. Um, hoe ben je in Hemelsnaam op het idee gekomen? <laughs> Ja, uh, ik moet eerlijk zeggen, uh, die vriend van mij die heeft het, uh, George, die heeft het, uh, het concept uh, toen bedacht voordat hij mij benaderde. Okay. En hoe die precies op, volgens mij was het echt letterlijk: oh, lijkt me wel cool de aarde tegen de mensheid. En hoe die erop kwam, geen idee. Mm -hmm. Maar dat was een beetje het begin. En ja, we zaten natuurlijk midden in een pandemie. Ja. Dus toen we eenmaal aan die game gingen werken, was het ook heel makkelijk om te beginnen met een virus. Ja. Um, en ja, we hadden echt af en toe dagen dat we gewoon in de het nieuws openden en dachten: Oh, dit kan er ook in. Dus dat was een makkelijk begin, maar het was wel vanaf het begin ook al het idee dat je meer kan dan alleen dat. Dus mm -hmm. inderdaad, je hebt asteroïdes, je hebt een, uh, een solar flare, um, een uh, spring aan de plaag, Locust bleek. Ja. ja, dus uh, je kan kiezen uit allerlei verschillende rampen. En als aarde is inderdaad het idee: je wil de mensheid uitroeien, eigenlijk om de aarde te beschermen tegen ja. de mensheid. En uh, de mensheid die probeert te overleven. Dus dat zijn die andere vijf spelers. En inderdaad met verschillende rollen. Dus je hebt de uh, world leaders, industry, media, scientists en the public. Mm -hmm. uh, die moeten samenwerken om te overleven. Yeah. Maar aan het einde van het spel is er altijd maar één winnaar. Ja. Dus je bent ook onderling uh, een beetje met elkaar aan het vechten om macht. Oké. Okay. Uh, nou ja, goed. Ja, het is een, een lang verhaal, dus dan merk je ook gelijk waarom het lastig Daar, is om het in één trailer eh, samen te nee, vatten. Nee, abso absoluut. Uh, maar ik denk dat we het wel de, de komende tijd ga, uh, goed kunnen uitleggen. Uh, um, laten we even beginnen bij het begin. Want ik vind, moet ik altijd eerlijk zeggen, dat vind ik altijd leuk om te zien. Uh, want George komt met dat idee. Nou, dan heb je een idee, leuk. Maar dan moet je het ook nog om gaan zetten in. Een moodboard artwork. Nou, die heb wat voorbeeldjes meegegeven. Uh, wat was Waar wat, wat ziet er hier naar nou te kijken? Ja, dit zijn wat uh, inspiratiedingen die we in het begin hebben gevonden uh, over wat kunnen we nou in die game gaan stoppen. Dus je ziet daar boven al de aarde. Nou, we hadden ja. al vrij snel wel het idee. We willen eigenlijk gewoon de aarde laten zien uit space met een camera. Het ziet er gewoon tof uit. Uh, en dan kunnen we daar alles visueel op maken. Uh, die rampen, die zijn natuurlijk een beetje. Uh, ze zijn vooral. Een soort filmpjeachtig iets is het wat op de achtergrond afspeelt. Want mm -hmm. je maakt keuzes en dan zie je dingen gebeuren. Ja. Uh, maar het is niet dat jij rondloopt op de aarde of iets dergelijks. En dan zie je daaronder zie je bijvoorbeeld dat uh, Plague Inc. is natuurlijk een inspiratie geweest. Ja. Met name voor het virus uh, uh, event. En daaronder hebben we ideeën voor wat voor rampen kunnen we nou nog meer. Dus <laughs> we hebben nagedacht over tsunamis en vervuiling, bosbranden. En, ja. Uh, ja. en die kun je dus als wereld. Als jij de wereld speelt, kun je die allemaal gaan inzetten. En ja. de bedoeling is dus dat die vijf mensen die de boel moeten redden, die moeten gaan samenwerken. Hoe gaan we, hoe gaan we uh, deze rampen allemaal uh, het hoofd bieden? Ja, ja precies. En uh, oorspronkelijk was ons idee, zoals met heel veel games uh, gebeurt, echt veel te groot. Van, ja, je kan allerlei verschillende rampen tegelijkertijd. En ja. het werd één grote chaos. Dus we waren ja. al vrij snel erachter, je moet gewoon één ramp per keer spelen. Ja. En toen begonnen we met, uh, ja, dan is een potje, moet ongeveer, nou, laten we zeggen, ongeveer een uur duren en dan willen we dat je drie rampen afvuurt. Nou, dat was ook veel te veel, dus op een gegeven moment zaten we op twee en op ja. een gegeven moment dachten we, waarom doen we eigenlijk niet gewoon één? Ja. Dus nu speel je één ramp, die kun je dus wel kiezen zelf als ADE, dus de eerste keuze die je maakt is welke ramp gaan we spelen. Uh, of eigenlijk welke ramp moeten jullie proberen te overleven? Mm -hmm. Dus Je bent als aarde een soort van game master eigenlijk. Zo, zo voelt het wel een beetje. Dat is wel de makkelijkste rol dan? Of moet je nog veel meer doen als aarde op het moment dat je zegt van oké, okay, fuck it, uh, tsunamis? Nee, je moet wel uh, meer doen. Er zit een, uh, een soort van management systeem in. De ja. aarde heeft eigenlijk twee kernwaarden. Dat is de ecosystems en de pollution. Ja. En die moet je proberen eigenlijk zo erg mogelijk te maken. En hoe lager die komen, um, hoe meer de populatie terugloopt mm -hmm. van de mensheid. Uh, en daarnaast heb je nog wat kleine keuzes die je kan maken. Dus uh, soms heb je ook dingen die niet per se met uh, de ramp te maken hebben, maar dat je ergens nog een, een vulkaanuitbarsting erbij kan doen. Of ja. een, een avalanche, dat soort dingen. Even kijken, ik weet niet of we nog wat, wat meer moodboards hebben om te laten zien. Of wat storyboards. Um, want, want ja, dit is, dit is eigenlijk al een beetje... Uh, van je hebt natuurlijk een game. En, en dat vond ik het. Nog steeds voor mij een beetje puzzling van. Um, het staat op Steam op de wishlist, maar het is niet zeg maar een pc-game, want volgens mij bedien je het met een mobiele telefoon. Ja, klopt. Um, dus hoe het werkt is uh -huh. eigenlijk hetzelfde als bij Jackbox Party Pack. Ja. Dus je speelt hem wel op je, je... Je zet eigenlijk de game aan op je computer. Eén iemand moet, moet die game hebben en die ja. moet hem aanzetten. Ja, precies. Um, en die kan hem aanzetten op zijn computer. Eventueel kun je hem streamen naar een tv met Chromecast of met een HDMI-kabel. Uh -huh. Je kunt hem zelfs via, via Discord of Zoom ook naar andere mensen spelen. Dus je kunt hem ook gewoon op afstand spelen als je niet uh, met z'n allen samen op de bank wil zitten. Ja. Um, maar inderdaad, je speelt hem op een pc en vervolgens loggen mensen via een website in. Uh, het meest gebruikelijk is met je telefoon, maar het zou ook kunnen via een browser, gewoon op je, op je laptop of wat dan ook. Mm -hmm. De tablet kan ook. Um, en dat wordt eigenlijk jouw controller. Dus hetzelfde ja. als bij Jackbox, je kunt daar gewoon keuzes maken. En uh, ja, dat is dan je, je gameplay. Ja, je, je gameplay. Um, ja, je ziet hier allemaal. Ja, ontwikkelingsmomenten ook gewoon dat dat vind ik altijd best wel fascinerend van het begint met 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 een moodboard en uiteindelijk uh, dat vertelde je ook van tot 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 aan de dag van vandaag zit je nog steeds dingen te veranderen ja het is nu want uh, um, je kan de game nog niet spelen je kan hem wel wishlisten ja klopt ga je ook in early access? Nee, we hebben, dat waren we wel van plan. Ja. Uh, maar we hebben pas met een industrie-expert over marketing gesproken. En uh, ja super leerzaam. En ook een, een masterclass van hem over marketing gevolgd. Mm -hmm. Want uh, oorspronkelijk, wij hebben allebei... Ik heb wel bij een publisher gewerkt, maar ik was daar producer. Ik had niet zo heel veel met de marketing te maken. Behalve dat ik tegen hen zei van, ga jullie dingetje regelen. Ja. Um, en, uh, dus dat was voor ons allemaal heel onbekend. En oorspronkelijk was eigenlijk voor ons de hoop dat we of een publisher zouden vinden. Yeah. Um, of onze investeerder had ook contacten dat hij iets zou vinden. Nou, dat is uiteindelijk allemaal uh, niet gelukt. Mm -hmm. En uh, we hebben ook al gemerkt dat je. Als je je eerste game maakt als, als uh, developer, dan zijn publishers veel minder geneigd om met je samen te werken. Ja, en ja je hebt, <laughs> ik snap nu ja, ja. ook wel waarom. Ja. Want, ja, je hebt elke, geen CV. Nee, en elke dag leren we weer nieuwe dingen. En de mm -hmm. volgende game die we gaan maken, weten we zoveel meer. Dus op zich snappen we het wel uh, ondertussen waar het door komt. Maar uh, ja, we hebben wel veel interesse gehad en echt wel met, met grote publishers gepraat. En, het was elke keer zo... ja, wel heel interessant... maar oeh, ja, wel moeilijk genre. Nou ja, dat is het wel. Ik wil daar straks even over hebben... want ik denk even... ik wil gewoon die gameplay trailer... want ik denk dat dan de kijkers... een beetje door hebben van... hoe werkt dit? Je hebt een... dat is eigenlijk de meest recentelijke trailer... die ook gewoon op YouTube kan kijken. Ik zet de linkjes er al bij. Een gameplay trailer. En die heb ik ook zitten bekijken... en toen... Kwam voor mij al wat meer dichtbij van: oké, okay, zo werkt het wel. Want je moet het inderdaad echt helemaal weghalen van alles wat je kent, traditioneel gaming. Het, het gaat om feitelijk, ja, je hebt een groep vrienden bij elkaar en je hebt zoiets van: oké, okay, laten we gewoon eens een game spelen. En dan kan je dus met elkaar uh, deze game spelen. Jullie met z'n vieren zijn nu waarschijnlijk uh, uh, de tegenstanders. Ja. En ja, hoe gaat dit met al die. Wat ik al zeg, van wat, wat zie je hier allemaal? Ja, dus je, je maakt inderdaad keuzes op je telefoon. Waarbij, stel je bent de wereldleiders, en er is een virus. Kun je mm -hmm. kiezen: uh, doen we een lockdown of niet? Ja, uh, of uh, we hebben ook uh, een uh, intelligent lockdown. Is ook oké, okay. ja, ja <laughs> uh, voor de liefhebbers. Maar um, ja, dus je, je maakt die keuze. En afhankelijk van welke keuze jij maakt, ga je eigenlijk een bepaald pad in. Dus mm -hmm. stel je zegt: we doen een lockdown, dan krijg je daarna een heel andere vervolgvraag voor de volgende speler dan als je had gezegd, we doen geen lockdown. En bijvoorbeeld bij een lockdown kan het zijn... dat daarna de public aan de beurt komt... en die kan dan kiezen van, nou, vinden we dat cool... of gaan we protesteren hiertegen... want we willen niet in ons huis uh, vastzitten, zeg nee. maar. Dus uh, ja... Maar op het, het moment dat zij gaan protesteren... dan zou het gevolg kunnen zijn dat juist het virus juist weer... Makkelijker rond kan gaan. Ja, precies. Ja. Dus wat je vaak hebt, is elke keuze die je maakt, heeft een, bepaalde, een bepaald effect. Dus yeah. uh, je hebt scores, je, iedere speler heeft zijn eigen score. Je hebt ook de population. En dan heb je dus nog die ecosystems en die pollution. Maar is maar wie bepaalt dan of een keuze goed of slecht is? Die zijn, de, hebben wij voor geprogrammeerd. Maar we proberen ook een beetje het zo te doen dat er, er is vaak niet echt een goed of slecht. Dan ja. is een beetje een. Uh, je hebt soms de wat egoïstischere keuze. Of mm -hmm. de wat meer voor de uh, greater good. Zeg maar, ja. uh, maar soms is het ook, weet je het niet echt, of moet je een inschatting maken? Soms krijg je wat kliekjes dat bijvoorbeeld ja. de world leaders op een gegeven moment maatjes zijn met de industrie, dat de industrie een beetje lobbyt hier en de world leaders weer wat subsidies geeft daar. Ja, ja, en het, dat je het, zo uh, een beetje samen kan werken. Het is gewoon een beetje wereldje spelen. Ja, eigenlijk wel. Ja, er zit ook heel veel um, parallellen naar de, de echte wereld. Dus je krijgt heel vaak uh, wat we van spelers dan in de test horen ook is dat. Uh, ze bijvoorbeeld de industrie spelen, dat ze op een gegeven moment denken: Ja, ik ben eigenlijk, ik wil eigenlijk alleen maar meer geld verdienen. Ja, het, het is wel grappig. Ik bedoel, het, ja, het, dat is het rare ervan. Van als jij dit had gemaakt, wel die hele fucking pandemie en de recessie en en god, de ellende die we om, allemaal meemaken er niet was geweest, dan, dan was het een leuk spelletje geweest. En nu zit het opeens best wel dicht tegen de waarheid aan en 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 het interessante is van dat mensen natuurlijk allemaal meningen hebben op dit moment. Maar ze zitten, en eigenlijk altijd maar meningen vanuit het publiek, maar ze zitten nooit eens een keer op het stoeltje van de wereldleider, de industrieel, die misschien menselijk een bepaalde mening heeft, maar denkt vanuit zijn taak. Ja. En dan worden dingen opeens heel anders. Ja. En dat, dat maakt het wel leuk, want de bedoeling is, is ook gewoon, eigenlijk is ook gewoon dat er dan op die bank een soort van gezellige discussie gaat ontstaan met elkaar. Ja, precies. Dus, uh, dus er zitten inderdaad echt wel wat dingetjes waar je, waar je van gaat denken over, uh, over de echte wereld. En er zitten ook gewoon dingen in die zijn grappig. Um, je hebt bijvoorbeeld, uh, er wordt natuurlijk heel veel op de media gehad over, het is allemaal clickbait. En, ja. uh, en als je dan zelf de media speelt en je moet geld verdienen, dan denk je eens, dus, ja, maar deze clickbait item is toch wel... Uh, Dit werkt toch wel goed. Ja. Yeah. Um, en je krijgt dus ook, uh, als media kun je, uh, kun je kiezen uit bepaalde nieuwsitems. Nou, hier ja. zien we er eentje. Dus dit is dan de, de factual reporting die je nu ziet. Nou, dan zegt gewoon een report van nou dit en dat is aan de hand en het is allemaal een beetje neutraal. En eigenlijk ja. hoe je het nieuws zou willen hebben. Uh, maar je hebt ook bijvoorbeeld, dit is dan de, de positieve versie waarbij die eigenlijk zegt van, nou, valt allemaal wel mee, joh, niks aan de hand, yeah. uh, lekker, ja. uh, doe lekker je ding allemaal. En, uh, dit, is het allemaal stokmateriaal of zo? Wat jullie ja, ja, we ja, hebben ja. inderdaad een abonnementje op stokmateriaal. En ah, daar kun je okay. echt heel veel leuke dingen vinden. En uh, ja, sommige dingetjes editen we zelf, maar meeste is het meesten is een uit stokmateriaal. Ja. Nou ja, en, en je er ook de... mensen bang kunnen maken. Ja, absoluut. Dus dat is deze. Yeah. Ja, where is the urgency? Ja. Ja. ja, dus dat is dan de, de sensationalistic. Uh, die is voor jouzelf het beste. Want daar gaan worden mensen natuurlijk uh, gaan ze op klikken en krijgen mm -hmm. veel geld van. Maar het is wel. Het is eigenlijk een soort fake news, want je, je maakt het gewoon erger dan het is. En ja. dat is dan weer negatief voor de, voor de population. Oh, Oké. Okay. Ja, <coughs> het, is, het is gewoon een heel ander type game dan, dan we hier traditioneel behandelen. Um, hij, hij, hoe kom je dan op het idee, en het is natuurlijk een beetje ook Sjors' idee, maar uh, jij bent natuurlijk... Is dat altijd al je idee geweest om... Dit type game, wat meer gaat over morele keuzes. In plaats van. bedoel, je had ook een weet van een platform kunnen maken waar het om actiereactie gaat, of een shooter, of een racepelletje. Weet ik allemaal wat. Ja, nou achteraf is dat ook. Het is een beetje door onze onwe onwetendheid van nog nooit een game gemaakt te hebben. Mm -hmm. Maar uh, op zich qua technologie is het niet een hele ingewikkelde game. Nee, maar uh, je maakte met z'n tweeën? Uh, ja, we zijn, ik en George zijn fulltime. Uh, mm -hmm. Hij is de artist. Ik doe meer het game design, de teksten, de decision paths en dat soort dingen allemaal, de balans. Um, en dan hebben we nog een, uh, nu twee parttime programmers: een UI programmer en een uh, gewone programmer. En die werken maar één dag in de week voor ons. Okay. Dus dat is iemand die ik uh, van school ken en de andere jongen die zijn we via via tegengekomen. Mm -hmm. Maar uh, ja, dus eigenlijk hebben we qua programming is het gewoon niet heel heftig uh -huh. en dat was voor ons wel belangrijk voor het type game omdat we gewoon zelf niet kunnen programmeren dus we waren afhankelijk van of iemand vinden of uh, ja in, in dit geval zijn we met die jongen begonnen dat die echt in de avonduurtjes een beetje zo erbij klust omdat die, die zat een beetje in dezelfde situatie die werkt gewoon voor een, een bedrijf uh -huh. uh, die maken apps en dat soort dingen en uh, ja die wilde ook wel weer een keer echt aan, aan een vette game werken ja ja, dus uh, zo zijn we begonnen. En zo is het voor mij ook begonnen toen ik nog werkte. Dus ik heb het eerste half jaar heb ik het ook uh, in de avonduurtjes en de weekenden heb ik uh, gewerkt. En ja. toen, uh, daarna zijn we fulltime gegaan. Ja, je krijgt nu wat uh, behind the scenes uh, te zien. van uh, Volgens mij het maken van die gameplay. Ja. Uh, video. Want ja, kijk, een game maken, een game bedenken. Uh, dat, dat kan allemaal. Ik bedoel, uiteindelijk uh, of je betaalt het uit eigen zak of Volgens mij in jullie geval heb je een investeerder waardoor, uh, of je moet een lening of dat soort dingen. Nou goed, en dan huur je wat mensen in en dan ga je het maken. Maar dat is nog het, klinkt al raar, maar het meest makkelijke van het hele proces. Want nu moet je die game aan de man gaan krijgen. En, ja. um, ik zat natuurlijk te kijken naar jullie Twitter-account, uh, de YouTube-video's en dat soort dingen. Ja, en dan. Dan zal ik heel eerlijk zeggen, je kan natuurlijk ook, daar kan je natuurlijk ook radeloos van worden, want uh, op Twitter ja, met een paar honderd volgers, weet je wel, uh, op YouTube uh, heb je een paar honderd views. Uh, word je dan niet dat je denkt van, oh mijn god, was ik maar, weet ik wel, loodgieter geworden, dan had ik, had ik tenminste een huis kunnen kopen. Uh, hoe voelt dat dan? Um, nou, dat is inderdaad wel... Kijk, we hadden natuurlijk gehoopt dat we gewoon een publisher gingen vinden... en die ging het ja. regelen en wij konden lekker de game maken... en zij doen zijn lekker hun deel en uh, dan was het allemaal mooi geweest. Uh, maar inderdaad, het, het afgelopen half jaar is eigenlijk alleen maar uitzoeken... hoe doe je in godsnaam social media, welke kanalen moet je hebben? Nou ja, we zijn, op een gegeven moment zijn we gewoon begonnen met... op een basis van een beetje informatie wat we dan online hebben kunnen vinden... van oké, okay, nou we gaan maar een YouTube maken en dan... Uh, Instagram, Facebook, TikTok, inderdaad. En uh, nu we met die, uh, die ene man hebben gesproken, hebben we ook wel. Uh, als we het nu opnieuw zouden kunnen doen, dan zouden we veel minder met social media bezig zijn en meer met uh, het maken van een demo. Mm -hmm. Wat hij vertelde is: eigenlijk de social media heel erg hit or miss. Dus je, mm -hmm. je hebt kansen, zijn games. Uh, ik geloof Mortal Right is een, een voorbeeld. Die maken een TikTok-account en die krijgen op een eerste video 1,2 miljoen views, en dan ben je er. Ja, yeah. dan heb je gelijk. Zoveel wishlist, uh, en, en media aandacht. En dan sta je de volgende dag op IGN en weet ik veel wat allemaal. Dus, uh, maar goed, daar moet je of uh, heel goed voor weten hoe social media werkt, dat weten wij niet. Of je moet uh, veel geluk hebben. Mm -hmm. Dus uh, wat hij zei, is wat veel beter werkt, is een demo maken. Daarmee aan die online festivals gaan meedoen. Dus je hebt bijvoorbeeld Steam Next Fest, maar je hebt een hele hoop van dat soort festivals waar. Uh, mensen dan bijvoorbeeld een week of een weekend kunnen ze allerlei games spelen, ja. een demo en dan soms wordt die demo daarna weer offline gehaald en hij zei je kunt hem beter gewoon online laten staan als mensen hem toch al hebben gespeeld, laten ze lekker spelen. Mm -hmm. Uh, maar daar kun je als individu veel makkelijker wishlist mee vinden. Dus, ja. uh, dus daar zijn we nu volledig op in aan het zetten. Dus we zijn nu sinds uh, een week of drie zijn we echt non-stop aan het knallen aan die, of aan die demo. Die mm -hmm. moet dan eind volgende maand af zijn. En dan hopen we, dat we hem op tijd af hebben om in mei aan de eerste festivals mee te kunnen doen. Ja. En uh, ja, hopelijk doet dat wat meer inderdaad dan die social media. Nou ja, dat, dat lijkt mij zo uh, uh, benauwend. Want. Uh, ja, kijk, je leest uh, uh, alleen maar over de succesverhalen. En, en je ziet ook de succesverhalen. Af en toe games die vanuit het niks in één keer gewoon huge worden. Maar het gros, en dat is 99,9% van de developers, zie je gewoon niet. En dat is over het algemeen gewoon vreselijk veel ploeteren. En dat is ook iets van al die jaren dat ik het volg. Kom je dat heel vaak tegen? Het zijn altijd. Mensen die zeer bevlogen en met heel veel passie een game maken. Het zijn artists, het zijn level designers, het zijn creatievelingen. En één ding vergeet ze altijd: hoe verkoop ik die fucking shit, weet je wel? Ja. Ik bedoel, uh, het geldt voor ons natuurlijk ook een klein beetje, want we waren ook allemaal creatievelingen. En nu zijn er wel een aantal mensen die gewoon daar echt al jarenlang mee bezig zijn. Um, het is een is het is het is het een wilde westen eigenlijk uh, voor 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 beginnende developers? Um, ja, een beetje. Het, ik vind het persoonlijk. Het voelt meer een beetje alsof je. alsof je allemaal op de bodem van een zwembad ligt. En ja. uh, je probeert allemaal naar, de, naar het <laughs> oppervlak te komen. Ja. Maar het is een beetje zo'n soort piramide. Uh, voor yeah. een zwembad, zeg maar. Dus er kunnen maar een paar boven komen drijven. En uh, ja, het, het is wel heel lastig inderdaad. om gewoon. Ho hoe krijg je het onder iemand zijn neus? Inderdaad. Want mm -hmm. op zich, als wij de game spelen. Uh, niet alleen met vrienden, maar ook gewoon onbekende mensen. die. Uh, ik vind het eigenlijk allemaal heel grappig. Het, mm -hmm. is, uh, het is een leuke game om gewoon voor de gezelschap te spelen. Het is niet een game die je elke dag twaalf uur lang gaat zitten spelen. Nee. Uh, maar om gewoon zo één keer in de, in de paar dagen of in de, in de paar weken met vrienden te spelen en zo, is het echt wel, uh, ja, wel heel leuk. Nou ja, dit, la, la, kijk, uh, dit is geen gamer game. Ik bedoel, gamers kunnen dit spelen. Maar ik kan me voorstellen dat uh, bij wijze van spreken mijn ouders die, die wel het nieuws volgen en dat soort dingen. En het is niet te moeilijk. Dat die het ook leuk vinden, volwassen mensen die in principe niet 1, 2, 3 wat met games hebben. Het kan interessant zijn voor scholen om hiermee te experimenteren. Er zijn ja. best wel veel mogelijkheden. Um, is dat ook iets wat in je jou... en, en misschien maakt dat ook wel weer heel erg lastig voor publishers, weet je. Die heel erg richten op hardcore gamers, weet je. Al van. Uh, en die dan denken van, oké, okay, maar dit is nou, poeh, dit is best wel een lastige game, want ik moet. Het liefst heb ik altijd van deze zelda eske of deze, deze Last of Us kloon, weet je? Dan bam, weten we in één keer wat het is. Ja. Dit is totaal iets anders. Heb je heb je ook wel eens in die richting gedacht van, misschien moeten we meer naar de, de educatieve kant toe of? Uh... Ja. Ja, mijn moeder die is, uh, is basisschooljuffrouw, dus ja. die begon al vrij snel. Oh, maar moet je hier niet mee naar school? Uh, en uh, het zou wel kunnen. We hebben het er ook met die, uh, die, uh, die industrie-expert nog over gehad. Ja. En uh, die zei ook van voor teambuilding-experiences uh, kan dit ook heel tof zijn. Ja, en precies. Stel dat je voor een bedrijfsuitje uh, 100 euro vraagt voor één keer spelen, dan heeft zo'n bedrijf van, oh ja, 100 euro, whatever. Nee, zeker. Maar vraag jij 100 euro voor je, je Steam-game? En ja, dan uh, gaan mensen wel twee keer nadenken voordat ze hem kopen. Nee, nee, absoluut. He, heb je überhaupt al over. Pricing nagedacht ja, ja, dat wel. Uh, we denken nu dat we hem uit gaan brengen voor ergens laag in de 20 euro, dus mm -hmm. 23 euro zoiets ja, ja, uh, dan, uh, dan zijn we net wat goedkoper dan jackbox ook. Dat uh, en verder qua gameplay, er zit heel veel replay value in mm -hmm. uh, plus, maar één iemand hoeft hem te hebben en je kunt hem met vijf vrienden spelen, dus, dus ja. er zit best wel wat value in, dus we denken dat dat wel redelijk is. Um, maar ja, stel dat wij naar scholen of bedrijven of zo zouden willen stappen. Het nadeel daarvan is dat je eigenlijk een hele nieuwe start-up gaat beginnen. Want hoe ga je dan weer die scholen vinden? Dan moet je daar eigenlijk ook weer een hele marketingcampagne. Dus ja, het is wel iets wat we in gedachten houden. Mocht dit nou allemaal falen, maar het is eigenlijk niet wat we willen. En nee. uh, ja, um, jullie zijn nu nog bezig met die, met die content maken. Want ik kan me voorstellen dat de, de replay value zit hem in dat je zo ontzettend veel scenario's. Te zien kan krijgen omdat iedere keer mensen weer anders reageren. Ja. Uh, is dat er ook een beetje wat jullie nu aan het doen zijn, zoveel mogelijk? Content erin stopt. en ik hoorde je net ook al zeggen, uh, omdat ik bezig was met iets met AI, wij gebruiken nu ook al AI ja. om ja. ons daarbij te helpen. Hoe werkt dat? Ja, uh, het, het kwam net een beetje te laat te de delen GPT voor ja. ons, want wij waren eigenlijk de meeste content hebben we een jaar geleden gedaan. Ja. Dus we hebben van één naar vier uh, de zesers hebben we het uitgebreid. Nu hebben we er nog twee in gedachten die we daar hebben we al wat art voor en die kunnen we op zich uh, maken, maar dat doen we pas als de game echt uit is, dus die komen later in updates. Mm. Ja. Uh, en we zijn nu, de laatste, eigenlijk we vanaf vorig jaar zomer, toen hebben we veel tests gedaan. Dus dat qua content zat eigenlijk erin waarmee we live wilden gaan. Uh, maar toen kwam de gameplay er nog niet helemaal lekker uit. En toen hebben we nog een aantal grote, eigenlijk drie grote punten gepakt. Waarvan we zeiden: van ja, dit moet echt beter. Mm -hmm. uh, voordat het echt tot z'n recht komt. En daar zijn we tot december ongeveer mee bezig geweest. En dat, dat heeft wel echt goed uitgepakt. Dus sindsdien merk je dat spelers het veel leuker vinden om te spelen. En, uh, en nu zijn we eigenlijk echt voor die demo aan het, aan het tweaken, dus uh, nog ja. wat laatste dingetjes duidelijker maken, bugs eruit halen, dat soort dingen. Allemaal. En die komt op Steam dan, uh, de demo? Ja. Hoe, ver, hoe werkt dat eigenlijk met Steam? Ik bedoel, moet je daar nog door een of andere ballenstage-commissie heen of kun je vrij makkelijk je game daar neerzetten? Het, het valt tegenwoordig wel mee. Je moet een kleine fee betalen van, ik, ik geloof 100 euro ongeveer, mm -hmm. uh, om te voorkomen dat iedereen daar allemaal crap op gaat gooien. Ja. Uh, maar als je dat eenmaal hebt gedaan en je moet dan, ja, je moet wel allerlei formulieren. Ik heb er een paar uur van mijn leven aan verpest met, okay. uh, met btw-nummers en weet ik veel wat allemaal. Uh, maar als je daar eenmaal doorheen bent, dan is het eigenlijk heel makkelijk. Dan kun je gewoon je Steampage opzetten en dat is gewoon vakjes invullen met je description, je plaatjes. En uh, ja, dat valt eigenlijk... Kreuze mee. Ja, en, en er zit niet iets bij van bepaalde content dat ze niet willen. Of, of de, ik kan me zo voorstellen, bedoel, er zijn natuurlijk ook idioten die 100 euro willen betalen om een of andere spoof shit erop te zetten. Bedoel, Hoe, hoe, vo ja, hoe voorkomen ze dat dan? Ja, het wordt wel gereviewd. Dus mm -hmm. op het moment dat jij alles klaar hebt, zeg je oké, okay, send voor uh, review. En dan duurt het, uh, ik geloof een, een, ja, een paar dagen. Okay. best wel snel uh, en dan staat het online dus ik neem aan dat die dan de ergste shit eruit filteren. Maar... Ja, jullie hadden natuurlijk ook nog niks speelbaars, dus het, was, het, was, het was gewoon wat informatie en, en, en die ja. teaser trailer en dat soort dingen um, en dan binnenkort ga je daar die demo, in principe je kunt nu gewoon de hele tijd dingen eraan toevoegen, het is niet dat je daarvoor moet betalen, alleen je staat dus een percentage van alles wat je verkoopt ja. af aan ja. Wolf. Um, heb je dan ook nog invloed waar het staat op Steam? Want op Steam staat zo belachelijk veel. Nou, dat is dus uh, waar wij wel een beetje ons verkeken hebben op die party game, uh, want er zijn eigenlijk een aantal genres die uh, verrassend genoeg, tenminste voor mij was het echt iets nieuws, uh, dat Steam gamers hebben best wel een hele erge voorkeur voor bepaalde games. Dus mm -hmm. je ziet uh, dat survival games ja. doen het goed, city builders. So je hebt wel een beetje de standaard dingen. Maar wat ik niet helemaal wist is dat eigenlijk alles wat daar buiten valt is per definitie al veel moeilijker, omdat mm -hmm. Er gewoon een veel kleinere groep is op Steam die daarnaar zoekt. Dus het is niet eens per se dat ze het niet leuk vinden. Maar ze zoeken niet naar die games. Mm -hmm. uh, het is ook heel veel singleplayer. Dus multiplayer games zijn al heel moeilijk op Steam. Tenzij je een grote publisher uh, bent. En uh, dat verbaasde mij wel een beetje. Want ja. ik, ik, had, ja, ik speel heel veel met mijn vrienden. Mm -hmm. En ik heb altijd zoiets van ja, als een game geen co op, op zijn minst, of een multiplayer game heeft. Ja, dan weet ik al niet of ik het wel echt ga spelen. Ja. Uh, maar er zijn dus blijkbaar heel veel mensen uh, ja, zonder vrienden. Die, uh... Zeker. Ik, 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 heb ook, ik heb wel vrienden hoor, daar niet van. Maar ze gamen allemaal niet. Dus ik, ik, ja. ik ben ook echt een lone wolf wat dat betreft. Maar inderdaad, uh, ik wist wel van Survival Horror is, is de nummer één op Steam. Uh, hmm, misschien een beetje aparte types die daar rondlopen. <laughs> allemaal op Steam. Um, maar ook, ook hier zie je dus weer. Dat, dat is wel grappig als ik dat, dat gesprek met jou heb. van, uh, en, 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 en elke developer die begint, die die zegt eigenlijk min of meer hetzelfde als ik geweten had, wat ja. dan had ik? Is dat, is dat ook iets waar je doorheen moet of, of heb je nu spijt van dat je zegt van ik dat ik zo begonnen ben of is het gewoon? Het is het leerproces. Ja, ik denk het wel. Het is echt het leerproces. Ja, dus uh, ze zeggen ook altijd uh, dat zodra je je eerste game af hebt, dan gooi je maar eigenlijk zo snel mogelijk erop en uh, <laughs> zie het maar en dan ja. begin jij aan je tweede game. Ja, dat, Misschien zijn we nog te naïef daarvoor. Maar we willen wel echt het beste van maken. Ja. Dus daar gaan we hier niet mee doen. Maar uh, nee, maar het is inderdaad wel. Uh, een tweede game is. Je weet wel veel meer. Wat werkt, wat werkt niet. Waar moet je op letten? Als we nu bijvoorbeeld tot nieuw zouden beginnen. zouden we ook al veel eerder zo'n demo maken. Dat mm -hmm. mensen al een keer kunnen proberen. Al is het maar een heel klein stukje van de game. Ja. Maar mensen een beetje enthousiast maken. Met, met de gameplay. en ze erbij betrekken. En uh, ja, minder lang wachten. Dat was bij ons ook een beetje. omdat wij. Eigenlijk wilde we wachten totdat we een publisher hadden. Want wat wij hoorden was. publishers houden het liefst alles in eigen hand. Gof. Dus als jij je game nog niet hebt gereveeld. vinden ze vaak fijner. Mm -hmm. um, dat is ook wel waar. Maar eigenlijk, als indie. zeker bij een eerste game. kun je dat niet echt veroorloven. Wil je gewoon zo snel mogelijk. zoveel mogelijk mensen hebben die jouw game zien. Ja. Zodat je een beetje enthousiasme creëert. En soms kun je daar nog een publisher mee oppikken. Stel mm -hmm. dat je zo'n. Uh, zo'n TikTok-hit of zo hebt, bijvoorbeeld. dan. Uh, dan kan het wel het een stuk makkelijker maken uh, maar als jij niemand vindt dan is dat de enige manier waarop jij nog mensen gaat bereiken dus. ja kijk die game is natuurlijk ook voor pc gemaakt hè? het is een beetje we hebben het hier bij gamekicks vaak over sony versus uh, xbox en dan met name game pass en ja goed, game pass is goed game pass is slecht voor de gamesindustrie Nou, ik denk bij ons Komen denk ik wel tot de conclusie dat voor de AAA Game Pass best wel lastig gaat zijn. Uh, maar aan de andere kant, en dat had je ook met It, uh, volgens mij It voor Xbox. Of in ieder geval, uh, waarbij ze een programma hebben waarbij ze Indies gebruiken. En de Game Pass als model voor Indies. Kan het weer wel heel interessant zijn. Omdat waar jij natuurlijk tegenaan loopt, uh, is uh, op een gegeven moment is je, is je geld gewoon op. Weet je wel, um, ja. je hebt toch iets nodig om. En het zijn geen vetpotten, maar in ieder geval dat je een aantal mensen aan het werk kan zetten om, om samen een droom te vervullen. Is, is dan. Ja, jij, jij kan niks doen met Game Pass volgens mij. Hè? Uh, nou ja, het is heel lastig om voordat je game in ieder geval uit is op PC, mm -hmm. als Indie Studio, om dan bij een Game Pass bijvoorbeeld al aan te sluiten. Dus meestal is het iets waar je later naartoe poort en je ziet inderdaad ook wel. Uh, dat uh, bijvoorbeeld mensen als uh, met uh, Action Hank, geloof ik, zijn ze mm -hmm. daarna naar na de PlayStation gegaan. En uh, zo heb je er wel meer. Je hebt ook natuurlijk nu die Epic Free Games. Dat kan ook wel. Uh, ja. Maar dat zijn eigenlijk allemaal dingen die, die vaak pas gebeuren op het moment dat je al live bent. Maar juich je dat toe, die ontwikkeling? Hè? Want de ontwikkeling eigenlijk tot nu toe was eigenlijk. Of. Je vond een publisher. Nou, die publishers worden steeds dunner. Want de een en de andere kantoor dat wordt opgekocht. En. Uh, nou goed, je weet het. Uh, of. Eigen risico en allemaal hopen, godzegende de greep. En dat was in het begin van de iPhone en, 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 en de App Store was dat nog leuk, maar dat is ook al helemaal vervuild, ja. waardoor games niks meer waard zijn. Je moet tegenwoordig free-to-play zijn, want anders koopt niemand het meer. Um, en nu heb je opeens een hele stroom door die service modellen, waarbij publishers, of waarbij dus dat het service model, dat is feitelijk ook een publisher, die zegt gewoon van oké, okay, um, je krijgt van mij gewoon, het is eigenlijk een oude ouderwetse publisher natuurlijk. Gewoon, je krijgt gewoon een deel, je, je krijgt een start-up fonds. Uh, daar ga je een ja. game mee maken. En misschien dan nog een verdeling van, uh, van uh, het aantal mensen dat, 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 dat het speelt. Is dat iets wat het voor developers makkelijker gaat maken? Uh, ik vind het eigenlijk heel moeilijk om in te schatten. Want uh, ik denk, bijvoorbeeld zo'n game als die van ons, ja. kan het positief zijn. Want uh, ik kan me voorstellen dat de Microsoft denkt van, oh, dit is echt helemaal iets nieuws. Dan kunnen we, hebben we iets meer te bieden, wat meer verschillende genres en zo. Ja. Uh, dus misschien voor sommige games wordt het, wordt het makkelijker. Uh, maar er zitten natuurlijk ook wel nadelen aan. Dit, mm -hmm. ja, je, bent uiteindelijk wel, je wordt uiteindelijk van wel afhankelijk van de paar grote jongens. Terwijl je als indie uh, studio juist het leuk vindt om zelf het contact met al je spelers te hebben. En zelf eigenlijk alles te bepalen. Ja. En dus dat is ook wel een deel van de charme van een, een indie game uh, maken. Dus klopt. Ja, uh, ik vind het lastig te zeggen. Ja, te precies. Nee, ik, ik snap ook de charme van. Onafhankelijk zijn. Dat, dat zijn we bij Blamme ook. We hebben geen investeerders. Alleen op het moment als de uh, shit hits de fan. Uh, bijvoorbeeld omdat campagnes in één keer wegvallen, omdat de hele hardware industrie geen funding meer heeft. Dan is het wel. Ja, wordt het wat lastiger. Omdat je natuurlijk geen partij hebt die zegt oké, okay, dit jaar. Ik, ik lever het geld wel, want volgend jaar gaat het wel weer beter. Ja. Dat is bij jou natuurlijk ook zo. Aan de ene kant de onafhankelijkheid. Aan de andere kant, uh, ja, als je straks bij, weet ik veel, de Jumbo... of ik weet niet wat ze in Eindhoven hebben. De Koop, op de DK, de Albert Heijn. Ik moet ze allemaal even noemen. Uh, <laughs> dan sta je er ook van, fuck. <laughs> Mijn portemonnee is bijna leeg, weet je wel. Ja. Van, hoe ga ik nog eten? Is, is dat iets wat je dan benauwd een beetje? Van, je gaat nu echt, die game is bijna af. Er komt straks een demo. Dan gaat hij de wijde wereld in. En ja... Je hebt denk ik toch een portie geluk nodig. Omdat je niet een partij erachter hebt die zegt van ik trek even gewoon even mijn, mijn PR-machinatie uh, uh, open. Ja. Is dat iets wat je benauwt Of zeg je van nee, dat hoort erbij. Dan moeten er we gewoon even doorheen. En daarna proberen we het nog een keer. Of is je droom ook meteen klaar als. Niemand dit wil spelen. Nee, we, we hebben wel een beetje een bekkenplan. plan. Mm -hmm. uh, Shors, die uh, waar ik dus het bedrijf mee heb opgezet, die, die werkte daarvoor in de, de lichtprojecties en zo, dat ja. ik van uh, wat bij corona allemaal stopte, en dat loopt nu wel weer. Dus we doen naast de games yeah, maken, okay. doen we ook nog wel wat, uh, wat van dat soort dingen. Mm -hmm. Dus voor lichtfestival's hebben we dan projecties op gebouwen en uh, nou, daar zijn we ook al met AI nu heel erg bezig, want ja. dan kun je ook. We hebben laatst met Stable Diffusion vette art gemaakt en zo. Dus daar, daar zijn we ook wel mee bezig. En dat is eigenlijk een beetje ons backup plan. Daar, kunnen, daar verdienen we nu ook al wel wat geld mee. Um, dus stel nou dat de game helemaal niks doet, dan hebben we in ieder geval iets waar we geld mee verdienen. Ja. En dan is het risico meer dat we dan voor een bepaalde periode geen game zullen kunnen maken. Omdat mm -hmm. er gewoon geen geld voor is. Nee. Nou, en dan hopen we uiteindelijk wel weer nou ja, genoeg geld te kunnen verdienen. Of met die lichtprojecties, of weer een investeerder of een publisher vinden met een, een, een bijvoorbeeld een prototype of zo. Ja. Nou, ja, dat we er weer terug in kunnen. Dus die, maar, die, uh, die, die uh, droom, die is voor jou wel. Ik, ik waardeer dat hoor. Ik heb dat zelf ook altijd gehad. Van, uh, het, het, als je geluk hebt dan kun je sky high gaan, maar uiteindelijk gaat het om van ik wil iets doen wat ik, wat ik leuk vind. Ja. En ik kan wel weer terug naar een of ander gamebedrijf wat casual games in elkaar zet, maar daar word ik ook niet heel gelukkig van. Nee. Dus liever mijn eigen droom en dan misschien af en toe op mijn bek gaan. Uh, slim dat je een, 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 ja, iets hebt om op terug te vallen, zodat je niet inderdaad, bedoel, dat, dat adviseer ik vaak ook, En uh, mensen die ook gaan streamen en weet ik allemaal wat, vergaan. nou niet helemaal full on in, want zo makkelijk is het niet. Dus nee. je pakt het wel verstandig aan. Ja, het worden spannende tijden. Uh, die demo, als we het in de gaten houden, wanneer gaat dat ongeveer gebeuren? Uh, hij zou, er wordt nog even zoeken, maar dan zou die eind, uh, eind april klaar moeten zijn. Dan hebben we in mei de eerste festivals. Dus dan uh, zodra het eerste festival live gaat, dan zou ook de demo live. gaan. Oké, okay, nou dan zullen we dat in ieder geval op social media uh, kijken. Uh, sowieso. Um... Op Steam kun je hem uh, wishlisten. Ja. Uh, Project Planet. Heet ja, het? Project Planet. Uh, Earth versus Humanity. Earth, Earth, so. Earth versus Humanity. Uh, nou, check ook gewoon even de social media. Maar daar staan een aantal trailers op uh, waar nog meer uitleg in zit. En dan kun je het gewoon eens even rustig tot je nemen. En uh, we blijven het in de gaten houden. Laten we hopen dat het uh, lukt. Zou wel leuk zijn uh, vanuit de community iemand die ook gewoon uh, een, een, een vette game maakt. Dus ja. uh, tof. Binnenkort meer van dit soort interviews. Oops.